Goedemiddag dames en heren. Van harte welkom bij het middagprogramma van deze zesde dag van de eerste bezichtiging. Er staan nog 15 hengsten op de lijst om gekeurd te worden. En de eerste hengst is catalogus nummer 291, Himme van Jankes Paradies. Een zoon van Jorn, moeder is een stermerrie van Wielster. En de fokker-eigenaar is Annemarieke Kukupesi uit Vledderveen. Waterstaalpercentage is 17,4% en zijn stokmaat is 1,60 meter. Also, very welcome to our foreign viewers. We have our last group of 15 stallions to be judged this afternoon, and we start off with entry number 291. His name is Himme van Jankes Paradies. He's sired by Jorn. His mother is Star by Wielster. Kinship is 17.4%. And his height at withers is measured at 1 meter and 60 centimeters. De catalogusnummers 292 en 293 zijn afgemeld. De volgende hengst is catalogusnummer 294. Hitjo van den Bromberg. Een zoon van Johannes, moeder een stermerrie van Dries. Fokker is HDM Meijer uit Hezingen. Eigenaar is toeterij Friese Visser in Drachten. Verwantschappercentage is 18,1%, stokmaat is 1 meter en 65 centimeter. Entry numbers 292 have been signed off. Next stallion is entry number 294, Hitjo van den Bromberg. Sired by Johannes. His mother is Star by Dries. Kinship 18.1%, height at withers 1 meter and 65 centimeters.
En ook de nummers 295 en 296 zijn afgemeld. En dat betekent dat we verder gaan met catalogus nummer 297. Dat is de hengst Hielke H. Zoon van Jouwe, moeder een stermerrie van Anton. Fokker eigenaar is WHP Hendricks uit Reuzel. Verwantschappercentage 17,4%, stokmaat is 1,65 meter. Also, entry numbers 295 and 296 have been signed off. Next stallion is entry number 297, Hielke H, sired by Jouwe. Mother is Star by Anton. Kinship 17,4%. Height at Withers is 1 meter and 65 centimeters. Taal is 298, Gerard van het Middengras. Een zoon van Menne, moeder een stamboekmerrie van Deutschen. Gefokt in eigendom bij J.A. Ammerlaan in Maarsen. Verwantschappercentage is 18,1%, stokmaat is 1,66 meter. Next entry is number 298, Gerard van het Middengras. Sired by Menne. His mother is Studbook by Deutschen. Kinship 18,1%. Height at Withers 1 meter and 66 centimeters.
Volgende hengst is catalogus nummer 300. Giel van de Bist. Zoon van Menne. Moeder en stermerrie van Stendert. Fokker is Louis van Olmen uit Ranst in België. Eigenaresse is mevrouw G. van der Haar uit Lunteren. Verwantschappercentage is 17,8%. Stokmaat is 1,66 meter. Next stallion is entry number 300. Giel van der Bist, sired by Menne, maar is stadboek star by Standard. His kinship is 17.8% and his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Catalogus nummer 301, Harrit van Zevenhuizen, ook een zoon van Menne. Moeder is Kroon en AAA van Reinder. Fokker-eigenaar is familie van de Hoeven uit Bunschoten. Verwantschappercentage 18,1%. Stokmaat is 1,62 meter. Next stallion, entry number 301, Harrit van Zevenhuizen, sired by Menne,
His mother is Kroon, Triple A, by Reiner. Kinship 18.1%. Height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Totaals nummers 299 en 302 zijn afgemeld. Volgende hengst is katalis nummer 303. Gerben van de Orde Tramdijk. Zoon van Julius. Moeder is Termerrie van Ulke. Fokker is S. Sonderland en Sint-Nicolaasga. En de eigenaren zijn T.H. Brinker. Samen met stoeterij Friese Visser in Drachten. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,2%, stokmaat 1,65 meter. Entry numbers 299 en 302 have been signed off. Next stallion is entry number 303. Gerben on the order Tramdijk. Sired by Julius. His mother is Star by Ulke. Kinship is 18,2%. His height at withers is 1 meter and 65 centimeters.
En we vervolgen met catalogus nummer 304, Gerke Vee, zoon van Omer. Moeder is een stermerrie van Uldrik. Fokker is Saje Kamstra uit Oudwoude, eigenaar is R.J. Vos uit Wijk en Aalburg. Landschappercentage is 16,7%. En zijn stokmaat is 1,67 meter. Next stallion is entry number 304, Gerke Wie, sired by Omer. His mother is Star by Uldrik. His kinship is 16,7%. And he was measured at 1 meter and 67 centimeters. Volgende hengst is catalogus nummer 305, de hengst Greco M, ook een zoon van Omer, moeder is model AA van Heidse. Fokker-eigenaar is M. Milgien uit Deurningen. Verwantschappercentage is 16,8%, stokmaat is gemeten op 1,61 meter. Next stallion, entry nummer 305. Greco M, sired by Omer. His mother is model and double A by Heidse. His kinship is 16,8% and his height at withers is 1 meter and 61 centimeters.
Volgende hengstcatalogus nummer 306, Gijs K., nieuwe zoon van Omer. Moeder is Ter van Flitsen. Fokker is familie Kruis uit Heeg. En eigenaresse is Merle Veurink uit Hengelo. Verwantschappercentage is 17,0%. Stokmaat 1,65 meter. Next stallion is entry number 306. Gijs K. Sired by Omer. Mother is Star by Fritze. Kinship 17,0%. Height at withers 1 meter and 65 centimeters. Volgende hengstcatalogus nummer 307, Harig van het Sarabos. Persoon van Omer, moeder Ster Mary van Heidse. Fokker-eigenaar is P.H. Sietsma uit Gerkesklooster. Next stallion. Entry number 307, Harig van Sarabos. Sired by Omer. His mother is a star mare by Heidse. Kinship 17,1%. Height at withers 1 meter and 64 centimeters.
Catalogus nummer 308, Gerald van Friesenhof Altmark. Zoon van Omer, moeder een Kroonmerrie, met een dubbel A. Verrichtingspredikaat van Pier. Fokkers zijn Petra en Detlef Elling uit Klutsen. En hij is een eigendom van familie Volmer in Lunteren. Verwantschappercentage is 17,1%. Stokmaat is 1,63 meter. Next stallion. Entry number 308. Gerald van Friesenhof Altmark. Sired by Omer. His mother is Crown, double A, by Pier. Kinship 17,1%. Height and width is 1 meter and 63 centimeters. En we vervolgen met catalogus nummer 309, de hengst Hielke. Ook een zoon van Omer, moeder een Stermerrie van Beert. Fokker is G.J. Swinkels in Culemborg. En eigenaar is de heer Heukenrood in Staphorst. Verwantschappercentage is 17,2%. Stokmaat is 1,62 meter. En train nummer 309, Hielke. Also sired by Omer. Mother is Star by Beard. Kinship is 17,2%. And his height and width is 1 meter and 62 centimeters.
Catalogus nummer 310 is afgemeld. En dan komen we bij de voorlaatste hengst van deze eerste bezichtiging. Catalogus nummer 311, de hengst Gurbe van de Brink. Vader is Rommert. Moeder is een stermerrie van Standard. Is gefokt bij de maatschap Notenboom Scholte in Vegelinsoord. En de eigenaresse is mevrouw Jos van den Broek uit Horssen. Entry number 310 has been signed off. Next stallion is entry number 311, Gerbe van der Brink. Sired by Rommert. His mother is a star mare by Standard. Kinship is 18.0%. And his height at withers is 1 meter and 65 centimeters. En dan de laatste hengst. Catalogus nummer 312, Hercules van de Grupstal. Zoon van Rommert, moeder een stermerrie van Reiner. Fokkerijgeraar is Marit van Engelschenau uit Papenburg. Verwantschappercentage van deze hengst is 17.7%. En de stokmaat is gemeten op 1,62 meter. The very last stallion, entry number 312, Hercules van de Grupstal, sired by Rommert. His mother is star by Reinder. His kinship is 17.7%, and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters.
Dat was de laatste hengst op de straat vanmiddag. En we gaan zo over naar de beoordelingen in de kooi. Last stallion for this afternoon on hard pavement. And we will continue viewing the stallions in the free moving. De eerste hengst in de kooi vanmiddag is catalogus nummer 291, Himme van Jankes Paradies. De zoon van Jorn, moeder en stermerrie van Wielster. Fokker en eigenaar is Annemarieke Kukupesi uit Vledderveen. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,4%. Stokmaat is 1,60 meter. First stallion. This afternoon is entry number 291, Himme van Jankes Paradies, sired by Jorn. His mother is a stammer by Wielster. His kinship is 17.4%, and he was measured this afternoon at 1 meter and 60 centimeters.
Ja, in de baan de enige zoon van Jorn in deze eerste bezichtiging. Jorn zelf verdienstelijk dressuurpaard. Natuurlijk ook bekend door zijn zoon Elias, 494. En deze Jorn komt uit een stermerrie van de hengst Wielster. Inmiddels ook sportelite grootmoeder van deze hengst is Ster van Olof. Zij heeft twee Ster nakomelingen. En de overgrootmoeder is ook Ster van Leffert. En ze zijn afkomstig uit merriestam nummer 2. Entry number 291 is the only son of Jorn in this first viewing. Jorn, also known as the father of Elias 494, the Grand Prix Dressage Stallion. The mother of this stallion is Star by Wielster. His grandmother is Star by Olaf, she has two star offspring. And also the third mare in the line is Star by Leffert, and they are from mare line number 2. In de baan, Catalis nummer 294, Hitjo van een Broenberg. Zoon van Johannes, moeder een stermerrie van Dries. Fokker is HDM Meijer uit Hezingen. Eigenaar is toeterij Friese Visser uit Drachten. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,1%. Stokmaat is 1 meter en 65 centimeter. Next stallion, entry nummer 294, Hitjo van een Broenberg. He sired by Johannes, his mother is a star mare by Dries. His kinship is 18.1% and his height at withers is 1 meter and 65 centimeters. Ja, zoon van Johannes. Johannes op jonge leeftijd al twee goedgekeurde zonen. En deze Johannes komt uit een stermerrie van Dries. En deze merrie heeft twee sternakomelingen. Grootmoeder is een stermerrie van de hengst Bonne. En deze merrie heeft drie sternakomelingen. En ook de overgrootmoeder is Ster van Feitse. De vierde merrie is Ster en Preverent uit merriestam nummer 70.
294, sired by Johannes. Johannes already two sons approved. This Johannes is out of a star mare by Dries. This mare has two star offspring. Grandmother is also star by Bonne. She has three star offspring. Great-grandmother is also star. And the fourth mare in the line is Star and Prevalent. And they are from mare line number 70. De baankataal is nummer 297. De hengst Hielke H. Zoon van Jouwe. Moeder een stermerrie van Anton. Fokker-eigenaar is WHP Hendricks in Reuzel. Verwantschappercentage 17,4%. Stokmaat 1,65 meter. Next stallion. Entry number 297. Hielke H. Sired by Jouwe, his mother is star by Anton. Kinship is 17.4%. And his stature is 1 meter and 65 centimeters. Ja, zoon van Jouwe, moeder is een stermerrie van Anton. Grootmoeder is ook ster, ze heeft drie ster nakomelingen. Ze is een dochter van Jurre. En dan volgen twee ster en preferente merries. Overgrootmoeder is een ster preferente merrie van Dago. En ook de vierde merrie is ster en preferent uit merriestam 117. So this son by Jouwe is from a star mare by Anton. Grandmother is star by Dürer. She has three star offspring. And the third mare is star and preverent by Dago. And also the fourth mare is star and preverent. They are from mare line 117.
Volgende Rijkscatalogus nummer 298. Gerard van het Middengras, zoon van Menne, moeder een stamboekmerrie van Deutschen, gefokt in hun eigendom bij J.A. Ammerlaan in Maarsen. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,1%. De stokmaat is gemeten op 1,66 meter. Next Stallion, entry number 298. Gerard van het Middengras. He's a son by Menne. His mother is a studbookmare by Deutschen. His kinship is 18.1%. And he was measured today at 1 meter and 66 centimeters. Een zoon van Menne, moeder is een stamboekmerrie van Deutschen. Ze heeft 1 ster nakomeling. Grootmoeder is ook ster. Heeft ook 1 ster nakomeling. Ze is een dochter van Vetsen. Overgrootmoeder is een ster prevalente merrie van Oege. En de vierde merrie is een modelmerrie uit merriestam nummer 65. Dus entry nummer 298. Start bij Menne. Mother is a studbookmare by Deutschen. She has 1 star offspring. Grandmother is star by Fetze. She has 1 star offspring. The great grandmother is star and prevalent by Uge. And the 4th mare in this line is a model mare, and they're from mare line number 65. Laatste hengst in deze eerste groep is catalogus nummer 300. De hengst Giel van de Bist. Ook nog een zoon van Menne. Moeder is een stermerrie van Stendert. Fokker is Louis van Olmen uit Ranst in België.
En eigenares is mevrouw G. van der Haar in Lunteren. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,8%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,66 meter. Last stallion in this first group this afternoon is entry number 300, Giel van der Bist. Sired by Menne, his mother is a star mare by Standard. His kinship is 17,8%. And his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Zoon van Menne, moeder een stermerrie van Standard. Ze heeft één ster nakomeling. Er is ook nog maar eentje gekeurd. Grootmoeder is ster en preverent van Teunis met 6 ster nakomelingen. De overgrootmoeder is een stermerrie van Ogen. En de vierde merrie in de lijn, dat is de merrie Kinke. Dochter van Dagos is model en preverent. Dus is de grootmoeder van de preverente hengst Beert 411. Afkomstig uit Meristam nummer 50. Het is entry nummer 300, is son of Menne. His mother is star by standard. She has only one offspring judged. And that mare became star. Grandmother is star and preverent by Teunis. She has 6 star offspring. Great-grandmother is star by Ogen. And the fourth mare in the line is the mare Kinke. She is model and preverent, and she is the grandmother of Beert 411. And they are from mare line number 50. Dames en heren, we gaan rondstappen in deze eerste groep vanmiddag. Kijken of er nog hengsten aangewezen worden voor de tweede bezichtiging. Tot nu toe zijn er 101 hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. De tweede bezichtiging die staat gepland op 14 en 15 januari. Vorig jaar is de tweede bezichtiging op één dag gehouden. De evaluatie heeft opgeleverd dat dat toch wel wat te veel hengsten waren voor één dag.
we zijn nu van plan om het op twee dagen te doen, op 14 en 15 januari. Ook hier in Drachten. En het is ook de bedoeling dat dat weer live gestreamd gaat worden. Het is natuurlijk allemaal nog ijs en wederdienende. En aanwachten wat de COVID-maatregelen gaan worden de komende weken. So we're walking the second or the first group of stallions this afternoon. So far 101 stallions have been accepted for the second viewing. The second viewing is scheduled for January 14 and 15. Also here in Drachten, not in Leeuwarden like we usually do. And this second viewing will be streamed as well. And on the 16th, there will be the Stallion Show. And of course, this all depends on what the COVID restrictions are going to be the next couple of weeks. De jury is eruit. Ik geef het woord aan juryvoorzitter Piet Bergsma. De eerste groep, nummer 291, is voldoende edel in het hoofd. Hij heeft een verticale hals, iets een steil schouder. Zou ietsje sterker in de bovenlijn mogen. Het kruis is ietsje recht, mag ook iets wat meer lengte hebben. Het paard is voor wat kort gekoot en de voorbeenstand kan wat correcter. De stap zou wat meer ruimte mogen hebben en wat meer tact. De draf is iets op de voorhand en iets neerwaarts. De galop is voldoende ruim gesprongen, ook iets neerwaarts. Nummer 294, tweede bezichtiging. Nummer 297, tweede bezichtiging. Nummer 298, tweede bezichtiging. Nummer 300, tweede bezichtiging. Vier hengsten aangewezen uit deze groep. En dat zijn de nummers 294, 297, 298 en 300. Dus de nummers 294, 297, 298 en 300 zijn aangewezen voor de tweede bezichtiging. Four stallions accepted for the second viewing. And these are entry numbers 294, 297. 298 and 300, 294, 297, 298 and 300. I will give you the reason of the one stallion that has not been selected for the second viewing, and that's entry number 291. He has sufficient expression in his head. He has a good neck that has a good vertical position. He could have a little bit more slope to his shoulder. And he might be a little stronger in his top line. His croup tends to be horizontal and could have a little bit more length. His parsons are a bit short and he could be a little bit more correct in his front limbs. His walk
lacks rhythm and should have more length. And both his trot and canter are too much downhill. Eerste hengst, tweede groep. Catalogus nummer 301. De hengst Harrit van Zevenhuizen. Zoon van Menne. Moeder Kroon en Triple A van Reinder. Fokker-eigenaar, familie van der Hoeven uit Bunschoten. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,1%. En zijn stokmaat is gemeten op 1 meter en 62 centimeter. Next stallion, entry number 301, Harrit van Zevenhuizen, sired by Menne. His mother is Kroon and AAA by Reinder. His kinship is 18.1 and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Deze Menne komt uit een kroon en AAA merrie van Reinder. Ze zijn uitstekende ABFP-test gelopen met onder het zadel 86 punten met 8 voor de draf en de galop. Grootmoeder is Kroon en Sport van Velle. Ze heeft 2 ster nakomelingen. Overgrootmoeder is Ster Preverent van Jurjen. En de vierde merrie in de lijn is de merrie Klazine van der Zweeg, dochter van Oepke, ster en dubbelpreverent met 9 ster nakomelingen, afkomstig uit merrie stam 110. De son of Menne is from a mare that's Kroon, AAA by Reinder. She performed an excellent ABFP test with 86 points, with a score of 8 for trot and canter. His grandmother is also Kroon and Sport by Fella. She has 2 star offspring. Great grandmother has star and Preverent by Jurjen. And the fourth mare is Klazine van der Zweeg, sired by Oepke. She is star double Preverent with 9 star offspring. And they are from mare line 110.
Volgende hengst is catalis nummer 303. Gerben onder de Orde Tramdijk. Een zoon van Julius. Moeder is de Stermerry van Ulke. Fokker is S. Sonderland uit Sint-Nicolaasga. Eigenaren zijn T.H. Brinker. En stoeterij Friese Visser uit Drachten. Verwantschappercentage is 18,2%. Stokmaat is 1,65 meter. We proceed with entry number 303. Gerben on the order Tramdijk. He's sired by Julius. His mother is Star. By Ulke. Kinship 18,2%. And height at withers is 1 meter and 65 centimeters. Ja, de baan een zoon van Julius. De moeder is een stermerrie van Ulke. Best wel uitzonderlijk als ik naar de nakomelingen zit te kijken. Ze heeft 10 nakomelingen en het waren alle 10 hengsten. Grootmoeder is een stermerrie van Djurre met 3 ster nakomelingen. Overgrootmoeder is de Mary Wobrich, ster en preverent van Rijtse. En overgrootmoeder op de vierde Mary in de lijn, dat is Elbrich. Een dochter van Oege. Deze Oege Mary is model, preverent en prestatie. En ze is ook de grootmoeder van de goedgekeurde hengst Algert 445. Uit Mary stam nummer 44. Entry 303, sired by Julius. His mother is Star by Ulke. She has 10 offspring and they're all 10 are stallions. Grandmother is Star by Djurre. She has 3 star offspring. Great grandmother is Star and Preverend by Rijtse. And the fourth mare in the line is Elbrich and she's she's a daughter by Oege. She's model, preverent, prestatie. And she is the grandmother of approved stallion Algert 445. And they are from mare line 44. Volgende hengst is catalis nummer 304, Gerke V. Zoon van Omer, moeder Stermerrie van Uldrik. Fokker is Saje Kamstra uit Arwoude. Eigenaar is R.J. Vos uit Wijk en Alburg.
Verwantschap 16,7%, stokmaat 1,67 meter. Next stallion, entry number 304, Gerke V. Sired by Omer, his mother is Star by Uldrich. Kinship 16,7%. And he was measured at 1 meter and 67 centimeters. We zijn weer terug bij de Omers. Moeder is een stermerrie van Uldrich. Grootmoeder een stermerrie van Deutschen. Beide, de moeder en grootmoeder, hebben één ster nakomeling. Overgrootmoeder is ster en preverent van de hengst Jelmer. En de vierde merrie is een ster preverente merrie van de hengst Wessel. Afkomstig uit merriestam nummer 15. Entry number 304 is sired by Omer. His mother is Star by Uldrich. She has one star offspring. Also, her grandmother is Star by Deutschen. She has also one star offspring. Great grandmother is Star and Preverent by Jelmer. And also, the fourth mare is Star and Preverent. She is sired by Wessel. And they are from mare line number 15. En we gaan verder met catalogus nummer 305. En dat is de hengst Greco M. Opnieuw een zoon van Omer. De moeder is model, een dubbel A van Heutze. Fokker-eigenaar is M. Milchien uit Deurningen. Verwantschappercentage 16,8. Stokmaat is 1,61 meter. Next entry is number 305, Greco M, sired by Omer. His mother is model in AA. Kinship 16,8%. Height at withers is 1 meter and 61 centimeters. Deze Omer komt uit een modelmerrie met een
dubbel A verrichtingspredicaat, dankzij een IBOP van 79 punten. En ze heeft een driejarige dochter die kroon is. En dat was het afgelopen jaar een van de hoogste merries in de ABFP-test. En ze staat ook hoog in het klassement op dit moment van de Frisian Talent Cup. De competitie voor driejarigen. Grootmoeder van deze hengst is Ster en Preverent. Ze heeft 5 ster nakomelingen. Waarvan eentje kroon, 1 model, 1 sport. De overgrootmoeder is Ster. Een stermerrie van Chimme, afkomstig uit merriestam nummer 50. De Sun bij Omer, ze is out of a model mare met een AA performance predicate. Ze is bij Heidse. Ze has a very successful 3-year-old mare this year by Julius. She is Kroon. She was one of the highest mares in the ABFP test this year. And she's ranking high in the Frisian Talent Cup as well. That's the competition for 3-year-old Frisian horses. Grandmother of this stallion is Star and Preverent by Teunis. She has 5 star offspring. One is Kroon, one is Model, one is Port. And the third mare in this line is Star by Chimme. And they are from mare line number 50. Laatste hengst in de tweede groep is catalogus nummer 306, de hengst Gijs K. Zoon van Omer, moeder een stermerrie van Fritsen. Gefokt bij de familie Kruis in Heeg. Eigenaresse is Merle Veurink uit Hengelo. Verwantschappercentage is 17,0%. En zijn stokmaat is gemeten vanmiddag op 1,65 meter. Last stallion in the second group. Entry number 306, Gijs K. Sired by Omer, his mother is star by Fritze. Kinship 17,0%. Height at withers 1 meter and 65 centimeters. Deze Omer komt uit de merrielijn van de goedgekeurde hengst Wietse 462. Moeder is een stermerrie van Fritsen met 1 ster nakomeling. Grootmoeder is een stermerrie van Tjerk met 2 ster nakomelingen, waarvan er ook eentje kroon is. En de overgrootmoeder is de merrie Wilinda K. Dochter van Oegen, ze is ster en preverent. Ze is de moeder van Wietse 462. De zoon van Arjen. En de vierde merrie in de lijn is de Rijtse dochter Rix, model en preverent. En afkomstig uit merriestam nummer 15. En tree nummer 306 is een Omerson out of
Wietses Marilyn. His mother is Star by Fritze. She has one star offspring. Grandmother is also Star by Tjerk. She has two star offspring. One of them is Kroon. Great-grandmother is Wilinda Kay. She is Star and Prevalent. She's by Oge and she is the mother of Wietse 462, the son of Arjen. And the fourth mare in the line is Reitse daughter Rix. She is model and Prevalent. And they are from mare line number 15. Ja, met catalogus nummer 301 gaan we rondstappen in deze voorlaatste groep van vandaag. Ook de voorlaatste groep van deze eerste bezichtiging. Ja, de eerste bezichtiging die heel anders is verlopen dan normaal, ook door de omstandigheden. We hebben het afgelopen jaar toch geprobeerd als stamboek zo goed mogelijk in te spelen op deze omstandigheden, om in ieder geval het keuren zoveel mogelijk door te laten gaan. Zo ook deze eerste bezichtiging. En we zijn eigenlijk ook wel blij dat daar door iedereen zo goed in is meegewerkt. U als eigenaar, het is natuurlijk heel vervelend als je paard gekeurd wordt en je kunt er zelf niet bij aanwezig zijn. We zijn ook de trainingstallen erkentelijk. Een hele andere opzet van de groepsindeling. En uiteindelijk heeft iedereen zo bijgedragen aan toch een goede eerste bezichtiging. Waar we in ieder geval het keuringsgebeuren zoveel mogelijk hebben kunnen laten doorgaan. Het is ook een succes, denk ik, dat we die keuringen allemaal hebben kunnen streamen. Dankzij het team van Adriaan Meindersma. En daar hebben we ook de afgelopen dagen veel positieve reacties op gekregen. Daar zijn we ook blij mee. Daar is ook al de vraag aan gekoppeld van als er nu straks geen corona beperkingen meer zijn, gaan we dan nog steeds livestreamen? Nou, dat zijn vragen waar we ons straks eens een keer over kunnen gaan buigen. De jury die is eruit en het woord is aan Piet Bergsma. De ene laatste groep, nummer 301, tweede bezichtiging.
Nummer 303. Een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die verticaal op het lichaam staat, heeft een schuin schouder, de rug is iets lang en strak. Het kruis is voldoende van lengte, iets recht. Het paard is iets neerwaarts gebouwd en heeft een iets recht achterbeen. De stap mag meer lengte en takt. In draf zou je meer ruimte kunnen maken en ook iets meer ruggebruik kunnen zien. Een galop is iets op de voorhand en ook daarin mist hij wat lichaamsgebruik. Nummer 304 mag naar de tweede bezichtiging. Nummer 305, een voldoende edelhoofd, iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Hals is wat zwaar en komt ook wat diep uit de borst. Rug mag wat sterker en lenden zijn wat aan de strakke kant. Kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. Ook het voorbeenstand zouden we graag wat correcter zien. De stap is voldoende lang, zou iets meer takt mogen hebben. De draf is iets neerwaarts en mag meer tot dragen komen. In galop blijft het paard ook iets neerwaarts. Nummer 306 mag naar de tweede bezichtiging. Drie hengsten aangewezen uit deze tweede groep. Getallen nummers 301, 304 en 306. Dus drie hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. 301, 304 en 306. From this second group, three stallions have been accepted for the second viewing. Entry number 301. 304 and 306. So 301, 304 and 306 have been selected for the second viewing. And I will give you the reasons for the two stallions that have not been selected. Entry number 303, a stallion with a very nice front end, also sufficient expression in his head. He's built a little downhill. He has a nice slope through his shoulder. He's a little tight in his top line. He is correct in his croup. In walk you would see more length and more rhythm. And also in his trot he could have more length and also more suppleness. Entry number 305. Sufficient expression in his head. A little heavy in his neck. It's also coming a little deep from his chest. He's a little short in his upper arm. Would like to change his top line a little bit. He could be a little stronger in his back and he's a little bit tight in his loins. His croup has sufficient length. He could be more correct in his front limbs. His walk has sufficient length but could have more rhythm. And both his trot and canter could be more carried from his hindquarters and is too much downhill. We proceed with entry number 307. Catalus nummer 307 is de eerste hengst van de laatste groep van vandaag. En dat is de hengst Harig van Sarabos. Een zoon van Omer, moeder een stermerrie van Heidse. Fokker-eigenaar is P.H. Sietsma uit Gerkesklooster. Verwantschappercentage 17,1. Stokmaat 1,64 meter. First stallion in the last group, entry number 307, Harig van Sarabos. His sire is Omer.
His mother is Star by Heitze. His kinship is 17.1 and his height at withers is 1 meter and 64 centimeters. Opnieuw een zoon van Omer. De moeder is een Ster Mary van Heitze. De grootmoeder is een Ster Mary van Leffert. En zij heeft 3 ster nakomelingen. De overgrootmoeder is Ster en Preverent van de Hengste Pieken. En ze zijn afkomstig uit Merriestam 214. Entry number 307. Son by Omer, his mother is Star by Heitze. Grandmother is a Star Mare by Leffert. She has 3 star offspring. Great grandmother is Star and Preverent by Pieke. They're from Mare Line 214. Volgende hengst, kadaals nummer 308, Gerald van Friesenhof Altmark. Zoon van Omer, moeder een kroon, dubbel A, Mary van Pier. En de fokkers zijn Petra en Detlef Elling uit Klutsen. Eigenaren, familie Volmer uit Lunteren. Verwantschappercentage 17,1%. Stokmaat 1,63 meter. Next stallion, entry nummer 308. Gerald van Friesenhof Altmark. His sire is Omer. His mother is Kroon, double A, by Pier. Kinship is 17.1%. And he was measured today at 1 meter and 63 centimeters.
Super. Volgende hengstkataal is nummer 309, de hengst Hielke. Ook een zoon van Omer. Moeder is de stermerrie van Beert. Fokker is de heer G.J. Swinkels uit Culemborg. Eigenaar D. Heukenrood uit Staphorst. Verwantschappercentage 17,2%. En de hengst is vandaag gemeten op 1,62 meter. Next entry, nummer 309, Hielke. Side by Omer. His mother is a stammer by Beert. Kinship is 17.2%. And his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Deze Hielke is een zoon van Omer. Moeder is een stermerrie van Beert. Grootmoeder is ook ster van Jelte. Heeft twee sternakomelingen. Eén is ook model. Overgrootmoeder is een stermerrie van Leffert. En de vierde merrie in deze lijn is Preverent en Prestatie. Uit Mary Stam 105. Dus entry 309. Sired by Omer. Mother is a stammer by Beert. Grandmother is a stammer by Jelte. She has one star and one model offspring. Great-grandmother is also star by Leffert. And the fourth mare in this line is Preverent and Prestatie. They are from mare line 105.
En de voorlaatste hengst van deze eerste bezichtiging is catalogus nummer 311. De hengst Gurbe van de Brink. En hij is een zoon van Rommert, de moeder een stermerrie van Stendert. Gefokt bij maatschap Notenboom Scholte in Vegelinsoord. Eigenaar is mevrouw Jos van den Broek uit Horssen. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,0%. En zijn schofthoogte is gemeten op 1,65 meter. Second last stallion of this first viewing is entry number 311, Gurbe van de Brink. He is sired by Rommert. His mother is star by Standard. Kinship 18,0%. And his height at withers is 1 meter and 65 centimeters. Deze zoon van Rommert komt uit een stermerrie van Standard. Ze heeft twee sternakomelingen. Grootmoeder is ster, preferent en triple A dankzij een IBOP van 82,5 punt. Ze heeft 7 sternakomelingen en ze is een nakomeling van de hengst Heinze. Overgrootmoeder is een stermerrie van Heerke. En de vierde merrie in deze lijn is ster en preferent. Afkomstig uit merriestam 138. This Rommertson is from a mare that's star by standard. She has 2-star offspring. Grandmother is star and preferent. Triple A, she had an IBOP score of 82.5. And she has 7-star offspring. She is sired by Heinze. Great-grandmother is star by Heerke. And the fourth mare in this line is star and preferent, and they are from mare line 138. En dan de laatste hengst van deze eerste bezichtiging. Catalogus nummer 312, Hercules van de Grubstal. Ook een zoon van Rommert. Moeder een stermerrie van Ruinder. Fokker-eigenaar is Marit van Ingen-Schenau uit Papenburg. Verwantschappercentage is 17,7%. Stokmaat is 1 meter en 62 centimeter. Last stallion of this first viewing is entry number 312, Hercules van de Grubstal. He's sired by Rommert. His mother is star by Reinder. His kinship is 17,7% and his height of withers is 1 meter and 62 centimeters.
Ja, deze Rommet komt uit een stermerrie van Reinder, nog een jonge merrie. Deze Rommet is haar eerste, haar oudste zoon en de eerste die gekeurd wordt. Ze was vorig jaar in 2019 finalist in de Pavel Friso Bokaal. Grootmoeder is een sterpreferente prestatiemerrie van Sapen. En deze merrie heeft een nakomeling die Kroon is. Eentje is Model. En de overgrootmoeder is de merrie Selma van de Grubstal. Een sterpreferente merrie van Doeken. En deze merrie is de moeder van de hengst Tjalke 397. En de vierde merrie in deze lijn is ook sterrenpreferent. En afkomstig uit merriestam nummer 15. Entry nummer 312, sired bij Rommet. His mother is a young stammer bij Reinder. She was in the finals of the Pavo Friso Trophy last year. Her grandmother is star preferent prestatie bij Sapen. She has 6-star offspring. One of them is Kroon, one of them is Model. The great-grandmother is Selma van der Grubstal. She is star and preferent by Duke. And she is the mother of the approved stallion Schalke 397. And the fourth mare in the line is star and preferent by Schelling. And they are from mare line number 15. Ja, we gaan rondstappen in deze laatste groep van vijf hengsten. Dat geeft me ook de gelegenheid om u te bedanken dat u gekeken heeft. Dat u via de livestream met ons verbonden was deze week. We hebben veel kijkers gehad. En dat is mooi om te zien dat de belangstelling voor deze eerste bezichting en voor de fokkerij ook beslist goed is. So we are walking this last group, and I would like to thank you for viewing our live stream. So we have seen that many from abroad have been viewing this first viewing. And maybe it's even your first time that you are able to watch this first viewing. So also the second viewing will be live streamed. That will be held on January 14 and 15. And that will be a presentation at Halter. So no free moving, but presentation at Halter.
En we krijgen de uitslag nu van de laatste groep van juryvoorzitter Piet Bergsma. Nummer 307 mag naar de tweede bezichtiging. Nummer 308. Paard is voldoende edel in zijn hals, voldoende edel in zijn hoofd. Hals is voldoende lang, iets horizontaal. Schouder is wat stijl, de rug is voldoende sterk. Lenden zijn wat strak, kruis is voldoende lang, iets hellend. Het voorbeen mag wat correcter in stand en bewegingsafloop. De stap is voldoende ruim en krachtig. De draf is op voorhand en zou meer ruggebruik mogen hebben en komt niet tot dragen van achteren. Galop is voldoende ruim gesprongen. Nummer 309. Paard is voldoende edel in het hoofd. Heeft voldoende neklengte. De schouder is iets stijl. Rug en lenden zijn iets strak. Het voorbeen voldoende van lengte. Het paard is iets neerwaarts gebouwd. De stap mag meer lengte en heeft wat taktverlies. Draf heeft veel buiging en is opwaarts. De galop is ruim gesprongen. Nummer 311. Paard is iets lang in het hoofd, wel voldoende edel. Heeft een lange hals, ietsje onderhals. Het mist wat kap. Schouder zou iets schuiner mogen zijn en de rug is voldoende sterk. De lenden en de kruis zijn ietsje strak. De kruis is voldoende van lengte. Het paard is iets sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar mist wat kracht. De draf mist kracht en ruggebruik. De galop is voldoende opwaarts. Is op een voorhand. Nummer 312. Hoofd is voldoende edel. De nek is iets kort. De hals mag wat meer lengte. De schouder is wat stijl. En heeft een lang doorlopend schoft. De rug zou wat meer lengte kunnen hebben. Het kruis is voldoende van lengte. De stap is voldoende lang en krachtig. De draf mist wat takt en regelmaat en ruggebruik. De galop is voldoende ruim, maar zou iets opwaarts kunnen. Dit was tevens het laatste paard voor vandaag. Ik wil iedereen bedanken die... Voor alle medewerking, het vlotte verloop. Onze ringmeesters hebben ook weer keurig snelle aanvoer verzorgd vandaag. De linea scorers was ook weer prettig samenwerken. Iedereen die ons goed van een natje en een droogje heeft verzorgd. De mensen in de kooi was weer keurig verzorgd. En mijn medejuryleden, Annemiek en Corrie, heel erg bedankt. Ik kon eigenlijk niet zonder jullie. Dat willen ze graag dat ik dat zei, dus dat zeg ik dat even. En ik dacht dat de kijkers van heel goed commentaar waren voorzien. En Engelse kijkers ook heel veel plezier aan deze eerste bezichting hebben gehad. Iedereen bedankt en tot de volgende keer. Uit deze laatste groep één hengst aangewezen. Dat brengt het totaal vanmiddag op 8 en het totaal van de hele week op 109 hengsten die een aanwijzing hebben gekregen voor de tweede bezichtiging. So one stallion invited for the second viewing in January. That brings the total this afternoon of 8 stallions. And that brings the total of the entire week at 109 stallions selected for the second viewing. And I will give you the reasons of the stallions that have not been selected in this group. And I will start off with entry number 308. He's a stallion with enough expression in his head. His neck is sufficient long.
but is a little bit horizontal. He could have a little bit more slope to his shoulder. He is correct in his back, a little tight in his loins. His croup has sufficient length, but has a little bit too much slope. He could be a little more correct in his front limbs. His walk has sufficient length and is also enough powerful. His trot is too much downhill. And he could carry himself better from behind. Entry number 309 has sufficient expression in his head. He's built a bit downhill. His shoulders should have a little bit more slope. He's a little bit tight in his back and a little tight in his loins. His walk could have more length and more rhythm. He has a very good trot. And he's bending his hock joint well and he's moving uphill. Entry number 311. His head is slightly long, but has sufficient expression. His neck has enough length, but could have a little bit more shape to it, a little bit more arched. His shoulder should have a little bit more slope. He has a correct back, a little tight in his loins, correct in his croup, slightly sickle-hocked. He has sufficient length in his walk, but he could have more activity in his walk. And in trot, he lacks suppleness and power. And in canter, he is moving too much downhill. Entry number 312 has sufficient expression in his head. Could have more length in his poll and also more length in his neck. Could have a little more slope to his shoulder. His back is a little bit short. He has a correct croup. In walk, he has sufficient length and sufficient power. And in trot, you would like to see more suppleness. So this was the last group of today, the last group of this first viewing. Thanks for being with us. And we hope to see you back on 14th and 15th of January when we have our second viewing. Dames en heren, dit was de laatste groep van de eerste bezichtiging. Dank dat u bij ons was, dat u afgestemd was op onze livestream. En we zien u graag weer ingeschakeld op 14 en 15 januari als we hier in Drachten de tweede bezichtiging gaan houden.